enemies down. Good kill. Okay. Rob, jij kan er zo weinig van. Jij bent zo ontzettend slecht. In Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, dat nu uit is. Meer informatie vind je de link in de beschrijving. Je kan er echt niks van. Ik kan er niks van, nee. Doe jij eens dan. Ja, het is heel simpel. Het enige wat je moet doen is je teamgenoten eventjes voor laten gaan. Dan komt er een enemy boek. Oh. En dan heb je een heerlijke kill. Jij bent echt zo goed in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ja, het hoeft niet zo moeilijk te zijn, Rob. Kijk, we zijn allemaal beter dan jij hier. Gaat, kan je dat stoer doen? Je wordt gecarried door iedereen. Je zorgt voor je team verliezen. Oh, je weet dat ik jou in het echt zou pakken. Ik zou je in het echt 100% pakken. Welkom mensen, vandaag spelen we een potje Sabotage op de map Huts. Wat eigenlijk gewoon het speelveld is van Paintball Hillegom waar we mochten opnemen. Heel erg bedankt voor het mogelijk maken van deze video. In deze game mode is het zaken aan de aanvallers om de bom die ergens in de map verstopt ligt te vinden. Ook ligt de code waarmee deze bom geplant kan worden ergens verscholen in het speelveld. Indien deze beide in het bezit zijn van de aanvallers kan de bom op de daarvoor bestemde locatie geplant worden. Wordt deze niet ontmanteld door de verdedigers binnen 1 minuut zal de bom ontploffen en winnen de aanvallers. Wordt de bom wel ontmanteld winnen de verdedigers. Met als aanvallers team 1, Robbie en Koen. En als verdedigers team 2, Raoul en Milo. Een kill kan gemaakt worden wanneer iemand geraakt wordt met een kogel. Deze persoon moet vervolgens met zijn handen in de lucht, rustig lopend, terugkeren naar het spawnpoint en kan hierna weer meedoen aan het spel. De maximale speeltijd bedraagt 15 minuten. Wordt de bom hierin niet geplant, dan winnen de verdedigers. We moeten eerst... De bom vinden. Zij gaan sowieso hier boven. Roel zou zo'n roze camper. Ga maar samen. Ja. Kijken, we kijken wel wat zij gaan doen. Ja. Zij mogen verzinnen. 5, 4, 3, 2, 1. Helaas betekent dit startschot niet dat we gelijk knallend van start gaan. Rob, eentje kent boven. Aha. Koen is uiteindelijk degene die graag op zoek gaat naar de first blood en hem hier ook bijna te pakken heeft. Eentje rechts. Waar het niet dat als we dit schot in de herhaling afspelen, je kan zien dat het schot afgeketst wordt door de paal voor het hoofd van Raoul. Uiteindelijk ook de GoPro geraakt lijkt te worden, die in ieder geval down is voor de rest van de game. Maar ja, het is geen kill. Ik heb toch geen kill, man. En daar heeft Robbie natuurlijk zeker gelijk in, alhoewel het wel leuk is als het lukt. Daarboven. Ah! Op mijn hand, oké. Okay. Wat een snipeshot. Mijn tactiek is gewoon laag blijven. Tot ik die gasten zie bewegen ergens. En dan gewoon mijn snipe skills. Voor ook Rob al op zijn hand, hè? Op zijn handje heb geraakt. En denk ik ook op, dus ik kop vooruit. Die tactiek lijkt Robbie in ieder geval door te hebben. Die iets minder in het zicht gaat lopen. Bankzitters. Bankzitters maken het verschil. En zo weten de aanvallers relatief snel in het spel de code voor het planten van de bom te vinden. Ja, in het begin van de game zit het inderdaad nog redelijk vast en het is moeilijk voor de aanvallende partij om stappen naar voren te zetten. Oh joh! Abort mission! Jezus! Godverdomme, we zitten zo ziek te campen, jongen. Maar ondertussen is Koen bezig dit te doorbreken door onderlangs Raoul te flanken. Echter heeft Koen niet door dat hij op zijn weg hier naartoe de bom volledig heeft gemist die hier in de wc ligt. Mijn man aan de kant! Mooi, ik werd juist voor mijn flikker geschoten. Rob, zoek, ik heb Milo. Kom, waar is die? Ja, hij zit boven de AH, Roel is dood. En omdat Raoul nu gekild is en Milo toch in zijn eigen spawn aan het campen is, maakt Robbie driftig gebruik van deze kans om de bom te zoeken. Alleen neemt hij net iets te veel tijd. Je raakte me echt 4 keer, gast. Dit doet fucking pijn, ouwe. Hier nog eens goed te zien waar het precies misging. Lopende in zijwaartse richting is niet handig in dit spel. Maar waar Robbie 4 ballen voor zijn bek geschoten krijgt, heeft Milo zo zijn eigen problemen. Een tyfusbril beslaat er het uit. Ik
En waar Milo het nog steeds eng lijkt te vinden zijn eigen spawn te moeten verlaten, komen Robbie en Koen met het plan beide via een flank te sluipen richting het kamp van de tegenstander in de hoop daar ergens de bom te vinden. Ik heb je. Zijn? Je bent dood. Ja, dood. Oh, kut, ben jij? Hij zit er boven. Hij zit er bij die dingen, ja. Hoe ga ik hem ooit raken, jongen? Ja, en het blijkt niet eens nodig te zijn om hem raak te schieten, aangezien door de afleiding van Robbie, Koen juist in het midden van het veld toe kan slaan. Bom geplant! Ik ben af. Mila, bom is geplant, moet in actie komen. Oh, kut. Is er boven je link? Hier. Ja? Oh, is er nu! Ja, hoe raak! Milo is achter, hou ze even af, Milo is er nog niet. Mijn geweer is leeg. Lekker, bro. En zo winnen Koen en Robbie ronde 1 als aanvallers en staat het nu dus 1-0. En daarmee is het ook tijd voor ronde 2. Laten we de rollen omwisselen. Aanvallers Milo en Raoul. En in de verdediging Koen en Robbie. En deze game begint eigenlijk best wel interessant. Want Koen en Robbie besluiten samen linksom door de map te lopen. En toevallig kiest ook Raoul precies die gang. Maar wat Milo aan het doen is, ik heb geen idee. Gelukkig zijn er mensen die het spel nog wel serieus nemen. En Rob schrikt hij zo erg van dat hij het op een rennen zet. Bro, 5 meter bro! Was sowieso binnen 5 meter. Milo's taak was in ieder geval wel duidelijk in de openingsfase van deze game. De bom vinden, maar... Binnen! En je recht! Ik heb Milo gehit. Raoul is op zoek naar de bom. Raoul is inderdaad op zoek naar de bom en weet hem ook daadwerkelijk te vinden. Blijf maar schieten jongens, je moet een bom vinden. Eentje links. Milo, waar ben je? Milo zit de camper achter. Oh, dat scheelt echt heel weinig. Milo, ze zitten allebei opgesloten hier. Raoul weet zowel Robbie als Koen meerdere minuten te trappen in deze hoek van de map. Alleen Milo weet daar geen gebruik van te maken. De aanvallers moeten inmiddels de code waarmee ze de bom kunnen planten nog vinden. Uiteindelijk weet Raoul wel toe te slaan met een raakschot. Ah, krak. Ik ben op. En van deze mogelijkheid maakt hij gebruik om op zoek te gaan naar de code. Met succes. Raoul zit beneden, ze hebben de bom al niet. Raoul is weggerend, ik denk dat hij de bom heeft. Of zo. Raoul zit nog steeds midden. Oh.
En terwijl Rob en Koen niet aan het opletten zijn, omdat ze denken dat ze deze wedstrijd al gewonnen hebben. Wij hoeven in principe niks te doen. Roel is op zoek naar de bom, hè. En laat weer weggaan, laat weer weggaan, laat weer weggaan. En naar midden, Roel is op zoek naar de bom, hè. Slaat Raoul toe. Bom gepland! Kut. I back. Milo, kom op! Wat Raoul helaas niet wist, is dat Milo zijn ammo op was. En wilde je deze bijvullen, kon je dat doen buiten de map. Milo zat dus op dit punt helemaal niet in het spel. Oh, kom naar mij, kom naar mij, kom naar mij! Midden, midden, midden! Pak mijn gezicht. Ik heb hem gestopt. Ik heb hem! 2 seconden! Nee. Ik heb hem! Met de bom. Oh, hij is al. Ik zei nog tegen Raoul, doe het kistje dicht. Op 2 seconden! En lok hem weer, en dan had Koen het niet gehaald. We hebben wel gewonnen. Of niet? Ja, je hebt nu gewonnen, ja. Oké. Okay. Ik zei het ook, bro. Verdiend gewonnen, Rob. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dankjewel. We willen het paintballcentrum in Hillegom heel erg bedanken dat we de video daar mochten opnemen. Vond jij het nou een harde video, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je op dat bankzitterskanaal. Ja, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint is nu te verkrijgen. We laten een link met meer informatie achter in de beschrijving. Daar kan je ook de trailer nog eventjes bekijken via de andere link. Ga het zeker eventjes spelen, want het is een tof spel. Ik ga jou niet meer pakken, Rob. Ik ga jou niet meer pakken. Dat waardeer ik altijd wel. Tering, goed tegelijk die shoe.